ja of, of had dan alleen de letter R laten zien dan had het als René of Rocky kunnen zijn ja. snap je ja, 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 ja. maar dan denk ik ge geef ons iets of mol is een vrouw ja, ja precies ja precies <laughs> dit is Tunnelvisie de podcast Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie, de podcast. In deze aflevering van Tunnelvisie gaan we het hebben over aflevering 9 van seizoen 21 van Wie is de Mol. En wij, dat zijn Sim Coné en ik ben Sam. Mannen, welkom weer. Ja, hallo. Oh. Zo, aflevering 9 is geweest en er zijn er nog maar twee over. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Uh, ja, Charlotte, die, uh, die heeft het veld moeten ruimen. Ik vond het een hele rare manier dat ze nog een soort van executie deden. terwijl we Ja, die... ik vond het wel leuk. Het was wel grappig, maar ik zag hem totaal niet aankomen. En het was binnen vier seconden voorbij of zo. Ja, het was echt boef, oké, okay, die is het niet. Nou, gelukkig wisten wij dat al. hè? Jawel, jawel. Hebben ja, we eindelijk eindelijk eens een keer iets goed kunnen doen. Maar is het ooit eerder voorgekomen dat ze echt bij, bij de finale een executie deden? Ik nee. dacht meestal was, dan staan ze daar en ze krijgen een praatje en dan was het. Dit is de eerste ja, keer. En niet met een rood scherm volgens mij. Niet. Nee, precies. Nee, hè? Dit is de eerste keer ooit dat ze gewoon een rood scherm laten zien aan een verlievend finalist. Wat wel heel sneu is ook ergens. Ja. ja. Niet eens, je bent niet de winnaar of zo. Nee, gewoon bam, je ligt eruit. Ja, precies. Ik denk, ja. nou, geef dat meisje een beetje eer. Maar nee. <laughs> Helaas. Nee, goede dag. <laughs> Rijst natuurlijk ook de vraag, is dit het seizoen met de meeste rode schermen? Vast niet. Want er zullen vast seizoenen zijn waarbij iedereen een keer dan een rood scherm ziet of zo. En het seizoen van Sean van Eert natuurlijk. Waarbij iedereen ziet of hij de mol is of niet met een rood of een groen scherm. Nee, ik denk dat het. Ja, het zal er eentje meer zijn geweest, over het algemeen gezien. En dan, ja. inderdaad, die, uh, die. Maar ja, dat is een beetje. Nee, dat, dat is niet echt een executie, hè? Nee. Met John van Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Maar goed, allright, laten we opdracht 1 en opdracht 2 maar eens even doornemen. Want dat is het eigenlijk het enige wat we hebben. En dan heb ik nog, uh, nog één klein extraatje. Oh, spannend hoor. Ja, spannend, hè? Oh, even ja, een T ja. Sam, je wacht even. Want ik heb de titel gezien. de titel is kaars rechts. Ja, lekker. Kijk. De titel. Sla ik nou zomaar de titel over. Oh, Jij slaat zo de liefde. titel over. Oh. Oh, oh, ja, oh, oh, lekker oh, oh. gedaan, Corné. Dit, uh, ja, dit vind ik ook. Eindelijk. Eindelijk. Als, we dit, als we dit vergelijken met aflevering 1, dan is Corné hier heel ver gekomen echt van een heel veel groei. Ja. Nou, echt, hè. Ik, dat vind ik zelf ook zo. Ja. Nou, vertel, wat hebben we daarbij bij Kaarsrecht? Nou ja, het enige wat ik erbij kan bedenken is dat René de Kaarsrecht onder de envelop houdt. Ja. ja. En René stond blijkbaar volgens heel veel meloten Kaarsrecht voor Rick uh, bij zijn. Finale praatje net voordat ze de test gingen maken, zeg maar. Ja, en ze legt ja, de kaars ja, recht terug. Wat verwacht ja. je dan dat ze helemaal krom gaat staan? Of nee, <laughs> nee, inderdaad, inderdaad. Maar als je kijkt naar de rest van het seizoen, dan staat ze nooit zo recht als dat ze nu stond. Maar dat kan ook gewoon ja, trots, okay. trots zijn, natuurlijk. Maar ja, wat, wat ik ook nog bij Kaarsrecht is dat uh, René die wilde heel graag dat ding omhoog klimmen. Twee keer. En de, bij die laatste keer is het er gelukt. En dan ging ze dus Kaarsrecht omhoog. Maar goed. Daar geloof ik verder ook niet in. Maar. Hebben, we, hebben we iets op Rocky uh, op de titel Kaarsrecht? Ik denk het niet, hè? Nou, ja, alleen dat ze de recht kaars recht. Uh, liet staan. Ja, dat precies. Dat ze niks meer deed. Dus de kaars dus... bleef recht staan. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we maar naar opdracht 1: intrappen. Ja, dat was de opdracht die natuurlijk voor het seizoen op tv kwam, al uitgelekt was. Um, met een aantal bordjes. Waardoor we dus wisten waar, Die is de mol seizoen 21 zich af zou gaan spelen? Namelijk in Tsjechië. Wat een godswonder dat die mensen zo, die daar ja. hebben gelopen niet de drie finalisten hebben. Ja. Dus ik zat ook echt maar op die opdracht te wachten. Ik denk, waar zijn die bordjes? Dan klopt het dan misschien niet. Oh, of precies. was het gewoon voor achter de schermen bordjes of zo? Maar of een opdracht die ze hadden willen opdracht. doen. Of, ja. Ja. Maar het is niet lullig bedoeld of zo. Maar stel, ze hebben ze wel gezien. Hadden ze ze dan herkend? Ja, dat is, nou ja, dat is ook wel een dingetje. Ik, kijk, ik zou Charlotte denk ik wel herkend hebben. Rocky had ik, had ik nooit gekend of herkend. Nou, René had ik denk ik wel herkend. In die zin dat ik dacht, ja, maar, ja. haar gezicht ja. zegt me iets of zo. Nou Ik denk niet dat en, ze gezien zijn hoor. Nee, Want anders, je hebt ook de hele ook camera crew en zo erbij. Dus dan maar er zijn, er zijn ook wel eens mensen um, die de crew of die kandidaten spotten van Wie is de Mol? En waarbij uh, Rick en uh, dan heb ik het over de regisseur Rick en de productie. ...naar die mensen toestappen en zeggen van... ...hé, hey, zouden jullie alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft... ...hier niks over willen vertellen? Want, en, dan, en dan houden die mensen zich daar wel aan. Die zijn er ook. Ja, dat klopt. Volgens mij zijn ze een keer in een interview geweest... Hè? ...en dat ze soms ja. ook die mensen erbij betrekken. Ja, precies. Ja, dan de opdracht zelf intrappen. Uh, het ging natuurlijk over... Uh, uh, het, uh, ...eerst het steppen en daarna het uh, mountainbiken. met Tussendoor elke keer opdrachtjes. Ja, er vielen natuurlijk wel een paar dingen op. Uh, zo viel het onder andere op... Dat René hier ja, ontzettend aan het klooien is, namelijk ik wil alles proberen, maar het lukt me maar niet, het lukt me maar niet, het lukt me maar niet. Me maar niet. Heel veel tijd trekken. En Rocky, die toch eigenlijk wel knijtersportief is, de sportiefste van alle tiende kandidaten die meegingen. Ja, die, die, die gaat op het einde van deze opdracht relsen mountainbike niet in om de laatste kilometer te rennen. Die, die, die doet heel veel van die opdrachten niet uit zichzelf. Dus wat is er hier aan de hand, denken jullie? Denken jullie, Rocky, de mol, die houdt zich in? Of zeggen jullie, nee, Rocky, die is hier aan mol René, gewoon extreem aan het testen? Ik, uh, ik vond het heel opvallend dat als Rocky terugfietst dat er gewoon niet gecontroleerd wordt. Ja, dat hè? Ja. Dat, vond ik wel een, dat vond ik wel een opvallend dingetje. En ik ben zeg maar een beetje die bedragen op gaan tellen. En ik kwam, maar ja, het kan ook een telfout zijn, maar ik dacht dat ik op 950 euro kwam in plaats van 1050. Hm. Dus dat is, dat is ook wel raar. Dus dan zou je, zou je misschien ergens nog een opdracht van 100 gemist hebben of zo. Ja. Of ja. van meer, die de, en dat er dus dat geld eruit is gegaan. Dan zou je dus kunnen verklaren van ja, Hockey heeft toch geld uitgegooid. terwijl ze terugging om die, om die bedragen te halen. We, we zagen haar ook niet letterlijk het geld uit die dingetjes pakken. Maar dat doen ze expres nee. waarschijnlijk, zodat we en Hockey ja. nog kunnen verdenken en René nog kunnen verdenken. Ja, en René heeft eigenlijk geen enkel geld gepakt, hè? Nee. Want ze ging, ze ging dat spinnenweb, zeg maar, in. Ze pakt het wel, maar ze gooit het weg. Dus in feite, ja. Ja, pakt ze ja. het, pakt het geld. Ja, maar goed, René zorgt er wel voor dat dat geld daar gepakt wordt. En ik denk dat ze gewoon ja, niet, het... ik denk dat ze niet verder omhoog wilde klimmen en dat ze dacht, ik strek mijn hand uit. En dan de het seconde dat ik dat heel briefje. Erg in mijn tunnel. Ja, dat is waar, dat is waar. Ook in, ook in de mijne. Maar goed. <laughs> Ik denk dat ze dacht, nou laat ik deze opdracht dan wel goed voltooien, want dan heb ik in ieder geval iets gedaan. Nou, en aan de andere kant goed voltooien. Uh, Charlotte of Rocky had het tien keer zo snel gedaan. Precies. Dus ze is daar gewoon heel veel tijd aan trekken. En ik zat ook gewoon te denken aan na de ontknoping, dan wat je te zien krijgt van wat heeft de mol gedaan. En hoe René ook elke keer aan het vertellen was in de biechten: van ja, ik wilde dat heel graag doen. En vervolgens lachen van dat ze zelf ook wel weet dat ze dat totaal niet kan. Ja, dat ze daar gewoon de hele boel loopt uh, op te fukken. Ja. Op de fokker. Ja, precies. <laughs> en ook die opdracht heet natuurlijk intrappen. Ja. En René wil dus die, heet het, die opdrachten in trappen doen. Want je had die touwladder met al die treetjes. Je had die touwbrug met al die treetjes. Dus oh, René ja. zit, heet het in die trappen. Oh, en nee, zeker die, de ja. laatste ja, afleveringen. Dan worden die opdrachttitels veel uh, sterker naar de mol geleid. Omdat ze dan nog even kunnen zeggen... Ja, zie je, je had het kunnen weten. Want dit was zo duidelijk. <laughs> ja. Dat je denkt van: ja, god. Ja, nou ja, als je kijkt wie er wat verdient hier, dan valt dat natuurlijk ook wel op. Charlotte verdient 633,33 euro. Als je het letterlijk gaat omrekenen, Rocky verdient 283,33 euro. En René verdient 133,33. Dus die verdient van de drie wel absoluut het minst. Dus ja. uh, en dan heb je natuurlijk nog uh, die code, die tweede code die ze uh, nodig hadden om dat tweede geldkistje uh, te kunnen openen. En die code was 218, oftewel 21. Acht. En dan heb je seizoen 21 de achtste kandidaat die in de leader uh, te zien is. Dat is Rocky. En je hebt de achtste letter van het alfabet is de H van Heya Kaya natuurlijk. Dus dat zou een hint kunnen zijn naar Rocky. En ja, was het niet zo dat de achtste uh, van het alfabet is de achtste in de, op de website en zo Dat dat dan René is? Gaan we meteen eens even checken. Wie is de Volgens mij wel. .nl. Dus ja, het kan, zo zie je maar weer elke hint, of tenminste bijna elke hint, die kan dus naar praktisch. Ja. Alle kanten. En dacht. Oh, daar zijn ze zo goed in hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, de achtste kandidaat op de website is uh, René. Ja. Dus daar kunnen we ook niks meer mee. Nee. nee. <laughs> René weg ermee. mee. En nee, die eerste code die slaat dan nergens op. Of... En dan heb je natuurlijk ook nog het moment. Um... <laughs> het wordt gewoon helemaal geskipt. Wat? De <laughs> eerste Vroeg. code slaat gewoon ergens op. <laughs> oh. Ja, er was volgens mij wel als je die eerste code en die tweede code bij elkaar optelt, dan kreeg je volgens mij weer dat. Maar dan zeg maar, want wat was die, wat was die eerste code ook alweer? Uh, 21603. Oh, 21603, ja, dat is 821, ja. toch? Dus dan heb je weer 8 en 21. Ja, heftig, heftig, heftig. Nou, weet je wat er trouwens ook opviel in het begin van de opdracht. Als Rick zeg maar, de opdracht uitlegt, dan zegt hij ja, uh, bij deze opdracht zit hier 100 euro voor de pot. En Charlotte en Rocky, die staan echt heel verbaasd te kijken. En bij René is er eigenlijk heel weinig reactie. Ja. <laughs> Dat klopt. <laughs> nou, gelukkig heb ik het niet uh, zomaar gezien. <laughs> nee, inderdaad. En. Um, and... Uh, wanneer de opdracht start, dan komen ze dus eerst voorbij dat, dat eerste kluisje, zeg maar. Nou ja, dat je daar eventjes wacht en dat je daar iets probeert. Om de, hè, dat je denkt, moeten we hier extra iets mee? Dat vind ik niet raar van Rocky in dit geval. Dan komen ze bij het tweede paaltje aan, daar hangt dus die code. Rocky die rijdt als eerste op dat tweede paaltje af waar die code op staat. Dan stopt ze niet bij het paaltje, maar veel verder ervan af. Dan leest ze het vanuit de verte, de code. Dan roept ze, dan draait ze al om, dan zegt ze ik ga terug. Dan roept ze nog naar René en Charlotte... Uh, de code is, nou dan roept ze die code. Klopt dat? En dan komt René eraan, en dan doet ze net alsof ze dat briefje zit te lezen, maar ze geeft gewoon geen antwoord op, op Rocky. Dus dat valt ook wel op, dat ze daar, daar ook al weer zit te rekken, zeg maar. Ja. Dus dan gaat ze Je gewoon... had gewoon echt twee uitersten in deze opdracht. Want ja. je hebt René, die super opvallend en heel prominent in beeld is, en je hebt. Rocky, waar we bijna niks van hebben gezien, want die was constant weg. Die lijkt ook bijna niks te doen, behalve twee keer terugfietsen voor, voor die code. En voor de, of, uh, om dat kluisje met die code te openen. Maar vervolgens zou je, zou je denken, de, de, de meest sportieve kandidaat van allemaal, die gaat die opdrachten zo met drie vingers in de neus even doen. En die doet ja. ze gewoon niet. Ja, en wat ook nog, Rocky was ook degene die, die echt wel erop aandrong om de, uh, de mountainbikes te pakken. Die kosten ook drie keer 100 euro. Ja, maar daar heeft ze natuurlijk wel een punt. Want op dat punt in de opdracht uh, zijn ze nog niet eens halverwege, geloof ik. En ze hebben dan nog maar een kwartier van de drie kwartier die ze kregen of zo. Dus het, ja, okay, het, is, het, het is daar ook het, het, het ja. meest logisch om gewoon die mountainbikes te pakken. Want anders ga je het sowieso niet redden. Ja, op zich, dus die mountainbikes vond ik logisch. Ja, die vond ik ook niet heel logisch. Maar raar. Ik vond die daarvoor vond ik minder logisch. Dat ja. ze daar leveren. konden ze het inleveren om geld ja. te krijgen. Want die. ...vervolgens kregen ze dan de optie om die mountainbikes... ...dus dan heb je die step ook niet meer nodig. Nee, dat klopt. Nee. Dus je zou kunnen zeggen... ...de mol weet natuurlijk... Of ja, ...dat dat bordje eraan komt. Dat dat bordje eraan komt. Dat ze sowieso uh, die mountainbikes moeten pakken... ...waarschijnlijk. Dat, was eigenlijk, dat kon je niet tegenhouden. Dus het, het lijkt erop dat René... ...in het begin heeft ze heel veel zitten... ...rekken natuurlijk. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou ja, die weet... ...dat die keuze straks nog komt voor 300 euro. Dus dan gaat ze nu heel verrekken... ...zodat ze weinig tijd over hebben... ...zodat ze die motorbikes wel moeten pakken. Ja, precies. Ja. Nou, maar dat is natuurlijk heel erg vanuit onze tunnel René uh, gepraat. Yes. Maar goed, maar goed, maar goed. Uh, opdracht 2 dan. Lumineus idee. Ja, dat was eigenlijk de finale van 2014... ...maar dan in een grot in plaats van in het water. Ja. Uh, en toch vond ik hem wederom erg tof. Uh, het enige wat hier anders was, was natuurlijk de envelop met de kaars erin, waar, uh, waar we het zo meteen ook even uitgebreid over gaan hebben, gok ik zomaar. Um, ja. ja, Voor de rest, voor, voor Moloten is deze opdracht natuurlijk niet heel bijzonder in die zin. Wij kijken toch als Moloten al alle afleveringen tien keer. En wij kijken halverwege het seizoen, kijken we ook nog een keer aflevering 1 tot en met 5 terug. Want dan denken we, oké, okay, we weten nu de eerste vijf afvallers. laten we eens terug gaan, terug gaan kijken. En dan krijgen we nu, we kregen wel heel veel flashbacks na het seizoen. Wat op zich ja. logisch is in een negende aflevering. Maar ik vond het wel net iets te veel. Het, 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 het bleef maar een beetje doorduren eigenlijk, deze, deze aflevering. Ja. Nou, weet je wat mij dus heel erg opviel in deze opdracht? Dat René ineens zegt, ja, ik zit op Rocky. Ik denk, hè? Vorige week <laughs> zei je toch dat je op Charlotte zat? Nou, zullen we, daar, zullen we het daar dan nu meteen even over hebben? Want ik heb namelijk alle, alle vorige testen heb ik bekeken. Dus ik heb aflevering 1 tot en met 9 heb ik alleen de test even bekeken en heb mm -hmm. ik gekeken op wie zit Rocky en op wie zit René. Ja. Nou, dan valt er dus echt wel heftig iets op en dat maakt voor mij dus des te meer dat René de Mol moet zijn. Um, kijken we eerst naar René. Op wie zet René volgens haarzelf en volgens haar biechten de test in op aflevering 1 tot en met 9? Aflevering 1, Marije Remco Joshua Florentijn. Aflevering 2, Joshua Marije Florentijn. Aflevering 3 Joshua en Marije. Aflevering 4 Charlotte, Marije en Joshua. Aflevering 5 Joshua met een beetje Marije en een beetje Charlotte. Aflevering 6 Marije met een beetje Charlotte. Aflevering 7 met een beetje Charlotte en een beetje Rocky. Aflevering 8 Charlotte met een beetje Rocky. En aflevering 9 nu dus zit ze volledig op Rocky. Dus in totaal heeft René drie keer de naam Rocky genoemd in negen afleveringen, waarbij twee van de drie keer. Als extra naam die ze als extra noemt. Van die neem ik ook een beetje mee. Maar gaan we dan naar Rock, Rocky kijken. Dan krijg je het volgende. In aflevering 1 zegt Rocky: Het is René. In aflevering 2 zegt Rocky: Florentijn, Marije en René. Aflevering 3 krijgen we niet te horen. Aflevering 4: René. Aflevering 5: Joshua en René. En aflevering 6, 7, 8 en 9: Allemaal alleen maar René. Rocky zegt dus 8 keer van de 9 omdat we aflevering 3 niet horen, neemt ze dus 8 van de 9 keer, neemt ze dus sowieso René mee in de test. En de helft van de, van de keren zet ze alleen maar in op René. Nou, de winnaar van Wie is de Mol zit bijna elk jaar, de laatste 2, 3 afleveringen, goed op de mol. Bijna elk jaar. Niet altijd, maar bijna altijd. De mol, die zit natuurlijk op iedereen, zo'n beetje. Nou, ik kan dat alleen maar verklaren door dus nu te concluderen dat René de Mol moet zijn en dat Rocky al bijna heel het seizoen gewoon spot-on zit. Ja, die ja. is gewoon zo zeker van de zaak. Ja. Je had niet eens meer uh, de kaars nodig. Ja, of zij heeft natuurlijk in aflevering 1, net zoals dat vorig jaar, weet uh, je, ze, Nicky Jeroen heeft gezien, heeft zij in aflevering 1, komen we misschien wel achter, heeft zij toch iets met die kaars zitten doen dat ze dacht, waarom staat er hier een kaars? Ik ga er toch eens wat mee doen. En misschien heeft zij dus toen al wel gezien dat het René moest zijn of zo. Dat kan ook, hè? Ik, ik verwacht dat niet, maar dat zou best wel eens kunnen. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, maar Rocky had ook de envelop teruggedaan. Rocky en René. Nee, maar ik heb het over aflevering 1 nu, hè? Ja, dat bedoel ik. Volgens mij waren Rocky, René en Marije degene die de envelop terug hadden gedaan. Dus die hebben nooit een jokerkaart gekregen. Nee, dat klopt. En... Maar die hebben wel de... natuurlijk een envelop met uitleg gehad. Gewoon over, ja. over uh, dit zijn je medekandidaat. Het kan ook zijn dat die envelop iets deed, hè? Dat weten we niet. Oh, zoals ik begreep ging het om de envelop, want die had Charlotte in handen gehad. En ja, dat ging dat ook, met ja. die jokerkaart. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Daar heb, je wel, daar heb je wel een, een punt. Ja, en dan, en dan is het alsnog de vraag, zou dat dan die envelop geweest zijn? Of zou dat dan die jokerkaart geweest zijn? Het meest logische zou zijn dat er op die jokerkaart iets had gestaan natuurlijk. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed, die hebben ze wel bekeken. Ja, oh, je bedoelt met geheimschrift of zo? Ja, precies, dat, dat je die jokerkaart in, uh, in het vlammetje moest houden. Bijvoorbeeld ja. van de kaars. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed... Nou ja, laten we uh, opdracht twee eventjes uh, in ieder geval even afronden. Nog een lumineus idee. Ja, Rocky maakt dus uh, de envelop open met de hint naar de mol. Maar die zegt vervolgens, ja, nee, ik heb deze hint heb ik niet nodig. Ja, maar Rocky, je snapt toch ook wel dat door hem alleen maar open te maken, heb je al 250 euro weggespeeld. Dit is, je gaat me niet vertellen dat zij dat niet snapt. Het gaat er bij mij niet in. Nee, ik vond het ook heel gek. Ja. Ik denk, ongeveer. je maakt hem toch open, het kost je nou gewoon geld, kijk dan gewoon. En dan, en dan is er nog iets, want dan zeggen de mensen die op Rocky zitten bijvoorbeeld nu: die zeggen ja, maar ze maakt hem open, maar alles wat de mol pakt, dat gaat er niet uit. Maar dan denk ik, ja, maar volgens mij de heen naar de mol ah. zelf, die wel, denk ik. Ja, tuurlijk. Volgens mij was het alleen maar de, de, de antwoorden die ze. De pakken. kaartjes, ja, precies. Ja. Die, die tellen, de, de, dat is wat Rick zei: de kaartjes van de mol. De kaartjes die de mol pakt, die tellen we niet mee. Maar dan heeft hij nee, natuurlijk de niet dat die. Dat was sowieso de fout. Ja, absoluut. Ja, in aflevering 1 heette Gelijk. Nou ja, we weten nu natuurlijk dat ze waarschijnlijk gelijk al konden weten wie de mol was. Ja. 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 Of je kunt zeggen, in aflevering 1 zat Rocky gelijk op René. Nou oh ja, die is ook wel leuk. Ja, en, en ik vind het dan toch jammer. Ik snap, ik snap waarom ze het hebben gedaan. Maar ik vind het dan toch jammer dat ze er een hin naar de mol in stoppen. En dat René vervolgens uh, die aan het uitproberen is. En waarschijnlijk wel iets heeft gezien daar. Ik gok, omdat René mijn mol is, dat René dat gewoon gedaan heeft zoals het moest uiteindelijk. En dat ze vervolgens in aflevering 10 aanstaande zaterdag... dat ze het dan laten zien dat René dat daar doet. En dat ze het in de opdracht 1 ook deed even, denk ik. En ik vind het toch jammer dat we niks zien van hoe die hint er dan uitziet. Dan denk ik, stoppen we er dan gewoon in de montage gewoon, gewoon helemaal niet in. De mol is René, punt. Ja, Irritante mensen. Ja, of, of had dan alleen de letter R laten zien, dan had het alsnog René of Rocky kunnen zijn, ja. snap je? Ja, 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 ja. Maar dan denk ik: ge geef ons iets. De mol <laughs> is een vrouw. Ja, ja precies. Ja, precies. <laughs> oh. Oh, oh, oh. Ja, René gaat op Rocky, Rocky gaat op René, Charlotte gaat op René. Charlotte valt af. Dus ja, denken wij nog dat het mogelijk is dat Rocky de mol is? Nou, luister en huiver. Oké, okay, nou daar gaat hij. Op de site van wie is De Mol staat het dagboek van de afvaller. En daar vind ik één dingetje wel heel opvallend. Charlotte zegt daar namelijk in dat, in dat dagboek, op zijn laatst ergens, en natuurlijk Rocky, bad babe, zonder wie, we het nooit, voor, zonder wie het nooit zo zou zijn gelopen als het is gelopen. Ja, dat heb ik ook gelezen. En weet je hoe ik die interpreteer? Uh, Rocky die heeft Charlotte ergens halverwege het seizoen, aflevering 4, 5 of 6, een, een van die drie afleveringen. Uh, daar zit een fragment in dat Rocky naar Charlotte gaat en dat ze zegt: ik zit op René. Ja, ik denk dat het René is. Volgens mij mm -hmm. is het René. Nou, Charlotte kan dus ook bedoelen: ik heb de finale uiteindelijk gehaald omdat Rocky toen tegen mij zei: René is de mol en dat ik toen geswitcht ben naar René. Zo kun je het ook lezen. Ja, ja, maar ja. Maar <laughs> ja, moeilijk is, hè? Ja, maar ook, <laughs> omdat het echt zo. ...zo staat en dan ook als dagboek van de afval. Ik denk, ja, zij weet natuurlijk al wie de mol is. Want dan maken ze gewoon bekend... ...daar naast uh, waar, ja, waar ze op gewoon ja, bij zit. Ja, precies, dus... ja. dan zou je misschien eerder zeggen... ...dat ze dan juist niet de naam van de mol zou noemen, toch? Nee, absoluut niet. Nou, klopt, maar goed, als ze dat stukje heeft geschreven... ...en, en het, het is natuurlijk ook nog wel wat vaak... ...maar ik vond het wel opvallend... ...omdat het echt zo staat van zonder wie het nooit zo zijn gelopen... ...als het is gelopen... Het, ...plaatst het me toch een beetje in die tunnel weer... Wow. Ja, oké, okay. ja. Ik blijf op René hoor, maar als je dan toch in een andere tunnel moet kijken, vind ik dit er wel in passen. Ja daar, heb je, ja, daar heb je zeker gelijk in. Alleen ik verklaar hem gewoon anders. En dat is niet per se omdat ik alleen maar René verdenk, want ik heb ook heel lang Rocky verdacht. Dus ergens in mijn achterhoofd zit toch nog een, 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 een 1% zeg maar, die denkt, ja, het, het zou zomaar kunnen, maar ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het gewoon niet. En dat komt gewoon door die abzeilopdracht. Ja, ja. Ik zou het heel leuk vinden als het is. Maar ja. vooral de vorige aflevering heeft mij echt overtuigd dat ze het niet kan zijn. Want dat was toen met dat, uh, met dat vliegen. Ja. Dat met die, met die joker, dat de puzzelstukjes achter ja. de schermen veranderd zijn. En nou dat. Ook toen René de hete het verkeerde dingen zei. Want die hadden de B en de D door elkaar. Ja. Die, en Rocky was de hete van nee René, luisteren. Dit zijn de, ze heeft daar gewoon echt alles goed gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. ja en... Uh, ik merk dat als ik terugdenk aan andere seizoenen waarin de finalisten allemaal op de goede mol zaten, en dat is heel vaak natuurlijk, dan merk je de mol weet dat. Dus dan gaat de mol iets openlijker mollen. Want die denkt, ja, die gaan toch niet meer van mij af. En ik merk nu in aflevering 9 bij René, ja, die denkt, wat kan mij het verrekken? Ze zitten, ja. toch, ze zitten toch alle twee op mij. Dan ga ik ook zoveel mogelijk loopklooien als dat ik kan. Ja, precies. Ja. ja, dat viel wel heel erg op nu. En dan zeggen de kijkers thuis, ja, ja of de, de helft van kijk in Nederland, zeg maar, die op internet ook nog zit, die zeggen dan, ja, nee, je hebt rocky tunnelaars en je hebt rené tunnelaars en het is bijna, op, op, op de socials is het bijna 50-50, heb ik het idee, en die gaan wel, uh, uh, ja, sommigen gaan wel heftig tegen elkaar in. Nee, het is Rocky, want dit en dat en dan zegt de nee, het is René, want, nou ja, voor mij is het gewoon heel duidelijk, bij de abcel opdracht haalde uh, Rocky eigenhandig 2000 euro, haalde ze op, en ik denk, ja, dat doe je als mol niet. Punt. En dan zeggen andere mensen, ja, maar René haalde ook 700 euro op bij die rondleiding. Waarbij ze die opdracht moest zeggen. Die de andere kandidaten dan uit hadden gevoerd. En toen noemde zij een foute opdracht. Waardoor ze dus wel geld verdienden. En als zij daar uh, een correcte opdracht had genoemd. dan had René, geloof ik, twee jokers gekregen of zo. Zoiets was het. Oh ja. Dus ja, daar heeft René ook geld op gehaald. Dat klopt. Uh, maar ik vind 2000 euro of 700 euro vind ik toch wel een verschil. Dat is, ja, het, het gaat erom dat de mogel, ja zorgt dat er geen geld in de pot komt. Nou, en, dan, en soms moet het wel, maar dan moet het zo laag mogelijk zijn natuurlijk. Ja, inderdaad. In 2000 inderdaad. Nee, nee. En, ja, toen... en wat ik dan wel weer gek vond, is dat Rick bij dat openingspraatje het zo heeft van ja, er is heel veel geld niet verdiend. Er is veel geld uit de pot, uh, wie is er verantwoordelijk voor? Maar de manier waarop hij het zegt... ja, we weten al wie daar verantwoordelijk voor is. Dat is Rocky, want die heeft uh, 5000 euro uit de pot gehaald. Dat was Charlotte die 5000 uit... Ja. en nog die 2000 uit de pot. Maar de manier waarop hij het zei was het meer van dat hij daar... het heeft over een Rocky bijvoorbeeld. Ja, want René precies. heeft niet zoveel geld uit de pot gehouden. Nou en toch is het zo als je naar, als je naar het zonlicht uh, op de muur kijkt... achter de kandidaten die toen bij Rick zaten... Dan ja. uh, is het overduidelijk dat René in ieder geval als laatste bij Rick is geweest. Dat hoeft niks te betekenen, maar ik denk dat het per toeval zomaar is, zou kunnen, toch zou kunnen kloppen dat er drie kandidaten zonder het te weten alle drie mm -hmm. 5000 hebben geboden. Wat overigens heel raar is, maar het kan. En dat René dan als mol zijnde als laatste bij Rick aankomt, dat Rick zegt: Luister, er is drie keer 5000 geboden, je mag daar overheen, maar ja, dan is het wel overduidelijk misschien. Ja. En dat René heeft gedacht, de pot is nou 10.000, nou 5.000, meer als dat. prima. Ja, ze heeft dan zelf niet echt geld uit de pot gehaald, maar ze heeft dan wellicht meer geld bij opdrachten uit de pot weten te houden. Dat het er gewoon juist, niet in is gekomen. Juist. En als ik de mol zou zijn, dan zou ik twee dingen, zouden mijn doel zijn. Eén, ik wil dat mensen er niet achter komen dat ik het ben, dat is één. En twee is natuurlijk gewoon zo min mogelijk geld de pot in. ja. Uh, dus ik denk Hoef je dat het... het er ook niet uit te halen? Nee, nee. Ja. en ik denk op het moment dat René als mol dan hoort. luister, er is drie keer vijfduizend geboden. En dan denkt ze ja, als ik daarboven ga zitten, dan weet iedereen meteen dat ik het ben. Want de mensen denken al voor de helft dat ik het ben. Dus hè, laat ik hier maar even voorzichtig zijn. vijfduizend is prima. Ja. Ja. En dan wil je wel een beetje middenin zitten. Ja, ze bood duizend, dus ja. ja. Maar ook heel plat gezegd, gewoon. Tegen het einde wordt alles gewoon duidelijker Sowieso. verwezen naar de mol. Ja. Gewoon de hints. En als je nu kijkt, de titel: kaarsrecht. Ze heeft die kaars recht onder de envelop intrappen. Ze heet het intrappen. Lumineus idee, oftewel verlichtend idee. Zij is de enige die licht onder die envelop houdt. En zo ja. tot de aanwijzing komt. Ja, alles wijst nu gewoon naar René. En naar Rocky kan ik niet veel bedenken. Nee, naast precies. de stenen. Ja, ja precies. Ja. En toch ga ik echt. Ik, nou ja, ik denk dat we alle drie knijterhard gaan lachen... en gaan huilen tegelijk zo, van binnen ja. als Rocky het blijkt te zijn. En als het dan een officiële hint is dat er veel steen in is gekomen... nou, dan lig ik drie dagen plat. Dan, uh, <laughs> zo. Wat jij nu zegt, Siem, dat had ik dus ook bij uh, uh, Margriet... toen dat met die bloemen was, toen dacht ik, ja, ja rolt op. En toen ja, Suzanne, Suzanne Visser, want dat zei iedereen al... ja, er zitten heel veel vissen, er zitten heel veel vissers. Toen dacht ik, ja, als dat een hint ja. is, pleur op... En het blijkt elke keer toch weer een hint te zijn. Ik vind het, ja, het is heel irritant. Ja, maar er waren ja, maar ook mensen en, en die soms toen is zeiden ook ook niet. Nee, je had ook bij Thomas dat mensen toen zeiden van ja, er zijn heel veel tweelingen of uh, twee dieren of zo. Maar ja, dat oh, was ja. uiteindelijk ook niks. Ja, en, ze, en daarom heb ik vorig jaar heel lang op Miluska gezeten. Want je zag zoveel dat, dat, dat ze met eten bezig ja, waren. Precies. En dat ja. was ook helemaal niks. Ja, dat, dat, daar zeg je ook nog iets leuks over Miluska, Want het is eigenlijk wat ik nu heb is hetzelfde als dat ik toen met Rob had. Ja. Dat Rob op een gegeven moment zo duidelijk was. En ik dacht van ja, die, 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 je kan er haast niet meer omheen. Maar daarom is hij het dus niet. En dan vond ik Miluska een leukere optie. Want die lag veel minder voor de hand en kwam minder in beeld. Nou, dat heb je nu met Rocky. Ja. Zou veel ja. leuker zijn. Maar het is nu gewoon duidelijk dat het René is. Ja, precies. Ja. En ik ga niet weer in dezelfde val trappen. Nee, en we hadden natuurlijk in uh, seizoen 20, het seizoen uh, met Rob als mol... Dan hadden we natuurlijk ook uh, dat de week voor de ontknoping hadden we iemand en die had dat uh, uh, gesprek wat hij dan met al die kandidaten had in die opdracht. Oh ja, die, stem. die had die stem aangepast. Nu heeft er iemand uh, op dit moment heeft van dit seizoen de jokerlach uit opdracht 1, notabene, die heeft die iets uh, verhoogd. Ja, en dan hoor je daar, want we weten dat het een vrouw moet zijn, dus je moet hem, vanaf laag moet je hem sowieso gaan verhogen. Ja. Ja, en dan hoor je daar toch wel een beetje René in. Ik zal hem nu eventjes uh, laten horen. Uitkomt. En dan op het midden een tafeltje. Uitkomt. En dan op het midden een tafeltje. Uitkomt. En dan op het midden een tafeltje. Ja, ik hoor hier, ik hoor hier serieus wel René in. Ja, wel een beetje, ja. ja, ja maar was en, er en, niet en ook dag. iets mee dat de lach steeds anders was of zo? Ja, die verandert wel door heel het seizoen heen. Ja, dat klopt. We hebben, we hebben een aantal verschillende, verschillende keren uh, lachen gehoord. En, uh, maar dat heb, ik niet, dat heb ik niet zelf gecheckt. Maar er zijn mensen die zeggen dat in de leader soms ook een andere lach zit, of dat die op een andere plek ja, zit. Ik heb het ook niet gecheckt, maar ik heb het wel een paar keer gestuurd gekregen. Ja, ja maar, er, maar er is zoveel, zoveel mogelijke dingen dat het bijna niet meer voor ons ook bijna niet meer te doen is om alles. Nee in je eentje te moeten checken. Ja, en om, uh, om op die joker even terug te komen. Want er uh, ja, was het een journalist zijn. van 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 linda.nl volgens mij. Mm -hmm. En die was gaan googlen op joker en René. En die kwam ja. bij een artikeltje uit van uh, dat uh, René ook nog een clown heel lang heeft gespeeld. Oh nee, ja. ze droomde ervan om een clown te spelen. Zoiets was het. Ja, en ze heeft ze heeft in een circus heeft ze gespeeld als clown. Een tijdje. Ja, dat klopt. Maar uh, even kijken, daar ging het namelijk over het volgende op haar um, Wikipedia pagina. Daar staat, en dat klopt ook wel, René Fokker is een Nederlandse actrice. Fokker werd vooral bekend door haar rollen in televisieseries. Onder het gezamenlijke pseudoniem Valérie Boutade schreef ze samen met Theo van Gogh en Peer Machini het scenario voor de film Blind Date. Nou, dan zijn die mensen Valérie Boutade, dat pseudoniem wat, wat ze met z'n drieën gebruikte... Hebben ze boutade? Hebben ze van het Frans vertaald naar het Nederlands? Dan komt daar grap uit of uh, 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 grappenmaker of dat soort dingen. Nou, dat kun je ook hè, als de joker zien misschien. Mm -hmm. En je hebt boutade, uh, als je dat naar het Engels vertaalt vanuit het Frans, dan is het gewoon joker, letterlijk. Ja, dan denk ik, gaan ze zo ver, de makers van Wie is de Mol, dat geloof ik dus niet. Dat ze een pseudoniem van haar pakken, wat verder eigenlijk niemand kent... Wat openlijk niet bekend is, dat hebben ze toch nog nooit gedaan, zoiets. Of wel? Nee, maar ja, misschien nee. willen ze dit jaar wel een keer gewoon echt een, een zoekhint. Dat kan, hè? Ja, dat maar, dat, nu, dat, maar ze... dat roepen we elk jaar. Het zou wel leuk ja. zijn. Het zou wel tof zijn, ja. Maar Dit de doet de me ook een beetje kijken. denken aan Mas singer achtige hint. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ze liften mee op het succes van Lamask, het zingen. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ja, wat me bij die eindpraatjes van, van Rick ook nog opviel. Uh, uh, hij deed bij Charlotte een soort van, van vraagachtige, yeah, uh, vraagachtig iets stellen van of ja. ben jij de mol en dan Charlotte knikt en bij Rocky als jij de mol bent hoef je je geen zorgen te maken dat weer dat klopt. Ja precies. Maar bij René maakt hij niet zo'n zo vraagachtig in, zegt hij gewoon jij bent de grandam van dit seizoen. Ja. Dat ik ook als iets al ja. En ja, toen moest hij zelf wel als lachen. mol natuurlijk. Ja. Mensen hebben dat praatje van Rocky ook helemaal zitten ontleden. En dan zeggen ze: Ja, zie je wel, Rocky is de man. Want, want, want hij zegt hier dit en dit en dit. Luister, al die praatjes in de finale die zijn precies zo geschreven. Zodat alles voor iedere tunnel nog steeds perfect klopt. Ja, René. Doei, bedankt voor het luisteren. <laughs> Tot volgend jaar, <laughs> ja, precies. <laughs> ja, nee, ik blijf, ik blijf ook gewoon bij René. Ik heb lekker veel puntjes in de, in de app. Precies. Dus, uh, ik ook. Wel geteld nul. Ah, sim. <laughs> Sim, 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 sim. Volg, volgend jaar volg je onderbuikgevoel. Oh, nou. Als ik dat had moeten volgen. Dan was ik in aflevering 1. Ja, precies. <laughs> ik had bijna, ik had dus serieus bijna in aflevering 1 al mijn punten op. Remco? Ja. Ik had in aflevering 1 bijna al mijn punten uh, op Remco ingezet. Was ik, was ik van plan. En toen, last minute, dacht ik: nee, voordat het seizoen begon, was mijn onderbuikgevoel. Als ik het nu moet zeggen met deze tien gezichten, dan denk ik: René. En toen heb ik ze toch maar op René gezet. En toen dacht ik, ja, maar dat is wel een heel groot risico. Want de oudste ja. gaat er meestal als eerste uit. En godzijdank deze dat niet. En daardoor heb ik nu nog uh, allemaal ja, punten. We, We gaan lekker. het zien. Wijze, les, wijze les voor het komende seizoen. Wie is het oudste? Gaat hij door? Dat is de mol. Nou ja, ja. Nou ja dat, dat lijkt het haast wel te moeten zijn. John van Eert zei ook in uh, moltalk En uh, ik heb met hem een nabespreking gedaan. Daar zei hij het ook. Ja, hij zei, ja, precies. Hij zei: ja. René, als die niet de mol is, dan had ze nooit voorbij aflevering 3 gekomen. Nooit. Nee. <laughs> en ik denk dat hij daar echt gelijk in heeft. Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan er uh, zaterdag achter komen. Ik ben ontzettend benieuwd. Nou ja, jullie ook natuurlijk. Nee, niet echt. Nee, <laughs> nee, nee. Nee, ja, nee, echt nee, ben nee, super benieuwd. Nee. Ik kan niet wachten. Nou, dan gaan we volgende week gaan we het even. Voor de laatste keer dit seizoen gaan we het hebben over Wie is de Mol. En over natuurlijk wie de Mol was. En over de Mol-acties. Zin in. Heb jij zelf nou yes. iets te vertellen nadat het bekend is geworden wie de Mol is? Dan kun je dat altijd laten weten aan ons. Weet je wat ik nou heel erg leuk zou vinden? Nee. Als mensen nou allemaal even een uh, audio-opname maken van hun reactie. Van de bekendmaking van de mol. Dus of ja, zie je wel, René's de mol. Woehoe. Of ha, is het Rocky, wat? En dat we die dan even achter elkaar zetten. Precies. Ja, je dat, kunt het, uh, dat vind ik een top idee. Je kunt dat dan sturen naar de molfoon via WhatsApp. En de molfoon heeft het volgende nummer: 0625164802. Ik herhaal nog eenmaal: 0625164802. Neem een spraakbericht op voor mijn part, neem een filmpje op. En stuur het via WhatsApp naar dat nummer, en dan kom jij in de laatste podcast van dit seizoen misschien wel terug. Mannen, ontzettend bedankt voor nu en heel graag, heel graag tot volgende week. Tot volgende yes, week. week. Doodood.